elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Dervişoğlu, knap aangenomen. Zo ineens uit de lucht. Veldwijk. Ja, Veldwijk is er langs. Maar er schiet hem recht op Bertrams af. Alsof de redding en hier het doelpunt. En dan blijft de vlag voor buitenspel omlaag en scoort Sparta. Via Halil Dervişoğlu. En nu is het echt spannend. 0-1, invaller Dervişoğlu. Eerst Veldwijk. Er langs bij Tutu Arima, gepoord. Bertrams keert. Zit er hier nog aan en van dichtbij niet te missen voor Dervişoğlu. 83e minuut, Laros Duarte. En daar is hij voor Sparta. Adil Awassar kan vrij binnenkoppen. En Sparta staat met 2-0 voor op de Vijverberg. Weer gebeurt het bij een standaard situatie. Daar waar de Graafschap al zoveel problemen mee heeft gehad in de laatste wedstrijden. Eigenlijk het hele seizoen al. Goeie corner, maar wat een vrijheid hier. Benschop, wat doe je nou? Je bent je tegenstander volkomen kwijt. Awassar doet het voor Sparta. Tja, daar was Fraser niet zo rustig. Hier is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Blom. En Sparta keert terug in de Eredivisie. Sparta wint met 2-0 op de Vijverberg in Doetinchem. En Henk de Jong en Sander van der Heijden nemen afscheid met degradatie. Sparta staat op uit de dood. Want na de 2-1 nederlaag van afgelopen zaterdag op het kasteel wint het hier met 2-0. En dus speelt Sparta volgend seizoen in de Eredivisie. En zien we de Graafschap in de Keukenkampioendivisie.